Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Professor Layton en de erfenis van de Asran. Ik zie een koe, we zijn in Hoogland aangekomen en we gaan hier kijken naar het vierde Asraanse ei, tenminste daar gaan we naar zoeken. Ik hoop dat we hem gaan vinden. Zo komen we steeds een beetje verder. Deze Skoip, die is daar aan het chillen en we lopen gewoon lekker verder. Hier een hele grote sandwich. Oh, wat een heerlijk frisse wind. Is er iets mis, professor? Zet je schrap, iedereen. Oeh, wind. Hemel. Ah, poe zeg, wat was dat nou? Ik snap niet dat je die huizen niet omver geblazen zijn. Kijk eens om je heen, Luke. Dat zijn ze wel, meer of meer. Zag je dat de bruiloftsgasten? Het leek wel alsof deze die wervelwind in zijn geheel niet opmerkte. Het idee dat ze de bruiloft niet afblazen na zo'n vernietigende impact van weer hier, ongelooflijk. Dat is het inderdaad. Laten we uitzoeken waar ze naar op weg zijn, professor. Er is hier vast iemand die ons dat kan vertellen. Dit broodje met heel veel eten kan ons dat vast vertellen. Nice. Kijk. Beetje hintmuntjes farmen. En dan vragen wat we hier doen. Oeh, met een puzzel erbij. Neem me niet kwalijk. De bruid die daar langs werd gevoerd. Weet u toevallig waar die naartoe gaat? Bruid? Bedoel je Romilda? Dat zou kunnen. Ik zou namelijk een paar foto's van de bruiloft willen nemen. Dus je wilt wel fotografieken maken van Romilda, maar niet van mij. In deze puzzel zal je leren, gemene Rick. Inderdaad, Emmy, je bent een gemene Rick. Een schaapje stellen. Deze boer heeft een kudde van ongeveer 400 schapen. Hij wilde graag weten hoeveel er precies zijn begonnen met en hij is begonnen met tellen. Hij telde ze in groepen om tijd te besparen, maar raakte tegen het einde toch de tel kwijt. Hij weet alleen nog dat toen hij in groepen van 3 telde, hij er 1 over had. Toen hij in groepen van 4 telde, had hij er 2 over. Bij groepen van 5 had hij er 4 over. En bij groepen van 7 had hij er 2 over. Oh, ik heb hier echt geen zin in om dit gaan uit te rekenen. Even kijken. In groepen van 4 telde had hij er 2 over. Dus we moeten het in de tafeltje van 4 zetten. Even denken. Dus. Stel. Hij zou er 200 hebben. Dan even kijken. Nee, wacht, we gaan niet goed. We moeten in een tafel van 3 kijken. Stel dat het zou er 300 hebben. Dus. En dan blijven er 4. En hoeveel? Oh nee, toen wij groepen van. Hij weet alleen nog dat hij een groep van 3 telde er eentje over had. En toen hij een groep van 4 telde, had hij er 2 over. Dus laten we bijvoorbeeld kijken naar 204. Of dat dan ook kan met de rest. In de groep van 5 had hij er 4 over. Wacht, nee, er zit 202. In een groep van 5 kan hij er dan 4 over hebben. Nee, dan, ja, dat kan wel, denk ik. Dan had hij er 4 over, dus nee, dat kan ook niet. Oh, dit is moeilijk.
Toen hij groepen van 5 telde, had hij er 4 over. Dat betekent dat het totale schapen deel door 5 de rest van 4 hebt. Ja, dat snap ik. Denk eens nou over de getallen waarbij je de rest van 4 hebt. Als je ze door 5 deelt, precies, die getallen eindigen in 4 of 9. Het totale aantal schapen in de kudde moet eindigen op een 4 of op een 9. Oké. Okay. Kijken. Toen hij een groep van 4 telde, had hij er 2 over, ja. Dat betekent dat als je het grote aantal schapen deelt door 4, de rest van 2 hebt, dat klopt. Denk eens nou over de getallen waarbij je de rest van 2 hebt, als je ze door 4 deelt. Precies, die getallen zijn een even aantal. Combineer dat met hint 1 in dat je al leerde. En je ziet met het totale aantal schapen de kudde eindigt met een 4. Wacht, net zijn... Oh ja, oké, het eindigt met een 4 in ieder geval. Zou je 204 hebben... Nee, 202 zou dat dan zijn, dat kan niet. Nee, weet ik niet. Even de volgende. Toen hij ze in groepen van 7 telde, had hij er 2 over. Ja, dat kon ik net lezen. Dat betekent dat als je het totale aantal schapen door 7... deel door 7 en de rest van 2 heb. Ja, dat snap ik. Houd in gedachten dat de boer een kudde van ongeveer 400 schapen. De enige aantallen die een rest van 2. 3, 2, 4. Even kijken. Als je er dan 4 weghaalt, dat zou kunnen. Als je er 2 weghaalt, dat misschien, kan misschien. Ik denk dat het 3, 2, 4 is. Als we niet, dan proberen we gewoon een andere. Ik zal eens laten zien hoe het is. Dat is fout. Je krijg je nog wel puzzel. Je krijg je nog wel puzzel, als je dat maar weet. Drie, negen, vier. We proberen het gewoon allemaal. Ik ben er klaar voor. Dat is ook... Oh, dat is wel goed. Nice, oké. Okay. Ik ben op drie. Deze, daar had ik echt gewoon de kracht niet voor om daarover na te denken. Oh nee, ha, we hebben je puzzel opgelost. Kun je alsjeblieft vertellen hoe wij bij de bruiloft komen? Het huwelijk wordt gesloten in het kapelletje op de heuvel daar. Romilda is daarnaar op weg. Aha, bedankt voor je hulp. Zo gauw de bruiloft is afgelopen, kom ik terug om hier wat foto's te maken. Dit dorpje is echt ontzettend mooi. Als je het zo mooi vindt, waarom ga je dan niet naar Romilda... ga je dan niet net als Romilda trouwen, hm? Dan ben je voor altijd een deel van ons dorp. Met een lieftallige jonge dame als jij erbij, worden de uitzichten in Heukland alleen nog maar fraaier. Bedankt, denk ik. Graag gedaan, mevrouw. Dag, dag. Dus die bruid is op weg naar de kapel. Is er iets mis, professor Sagamore? Oh nee hoor, ik vroeg me alleen af waar de bruidegom in dit verhaal is. Meer niet. Hij wacht waarschijnlijk daar op haar. Zo gaat het toch meestal? Kijk, daarboven is vast de kapel. Laten we ernaar gaan kijken of ik gelijk heb. Mooi kapelletje hoor. Het
Zo te zien zijn we nog op tijd voor de huwelijksceremonie. Er lijkt iets mis te zijn. Wat is dat voor opschudding? Priester Theophilus. Wacht, hoor mij andermaal aan. Deze nachtmerrie foltert mij, verteert mijn ziel. Waarom moet u haar daar naar binnen dwingen? Waarom moet Romilda zulk een ellende ondergaan? Alsjeblieft, priester Theophilus. Sluit de kapel. Mijn schone Romilda verdient dit vurige lot niet. Julien, hou je nou mee op. Romilda, ofschoon je zegt dit werkelijk te willen, kan het gewis niet... Huh? Kan het gewis niet zijn wat je al verlangt? Ontken en weersta dit abject gebruik. Ik ben gelukkig. Ik wil de bruid van de stormdraak zijn. Ik ben wel gelukkig, oké? Okay? Nou, dat is dan het moment. Vaarwel, Julia. Ik weet dat het nu moeilijk is om voor te stellen, maar je zult het geluk ooit hervinden, denk ik. Ik weet het zeker. Romilda, dit kan... Geachte aanwezigen, vandaag sluiten we het huwelijk tussen Romilda en de stormdraak. Wat is ons dorp met goede wind zal zegenen. Waai, goede wind, blaas uw gezegende bries over ons dorp. Het is tijd om het huwelijk te bevestigen. Sluit de kapel. Nee, priester, alsjeblieft. Maak de daden ongedaan. Het huwelijk is voltrokken. Huil en ween zoveel je wilt, beste jongen. Maar ik weet dat het niet zal veranderen. Romilda is de vrouw van de stormdraak. Romilda? Mooi, lieve Romilda. Oh, de jeugd van tegenwoordig. Het lijkt alsof de bruiloft voorbij is. Jammer dat je na die hele klim alsnog geen foto's kan maken van het huwelijk, Emmy. Dat was geen huwelijk wat we net zagen, Aurora. Oh, nee, dat was helemaal... Er is iets helemaal fout hier. We moeten met die man in het blauwe gewaad gaan praten. En onderzoeken wat er hier aan de hand is. Oké. In ieder geval een hintmuntje, die zal ik wel kunnen gebruiken binnenkort. Als jullie me een beetje kennen. Wees gezegend, reizigers. Dank u voor uw bezoek aan ons dorp. De wereld is voorbij, maar ik blijf u vooral nog even genieten. Ik hoop eigenlijk dat we u wat vragen zouden kunnen stellen over waar we zojuist getuigen van zijn geweest. Ziet u, ik was van plan om trouwfoto's te maken, maar ik heb er nog nooit zo'n huwelijk als dit meegemaakt. Foto's van Romilda? Ik ben bang dat je daarvoor te laat bent, mijn lieverd. Romilda is nu getrouwd met de stormdraak. Haar ziel verlaat spoedig deze kapel om als goede wind door ons dorp te waaien. Haar ziel verlaat deze kapel. Bedoelt u dat ze doodgaat? U heeft haar geofferd. Hoe kunt u zoiets doen? Even naar huis. Jullie waren getuigen van verschrikkelijke wervelwind die zojuist ons dorp trof, nietwaar? Ja, en zijn kracht was aanstaanjagend. Ik heb er nog nooit zoiets gezien. Die wervelwind was manifestatie van de troon van de stormdraak. Om die troon te kunnen sussen, schenken we de stormdraak een bruid en een bord soep. Het is de huwelijksplicht om haar menselijke vorm te geven. Door een briesje zult ons dorp zegenen, zolang het duurt. Oh, next. Dus we gaan echt dood. Dit is onvoorstelbaar. Open die deur nu. Meten. Of meteen eigenlijk, sorry. Er is geen sprake van. Deze ceremonie wordt al sinds mensheugenis voltrokken in ons dorp. Denk je echt dat we zomaar iedere brutale klaag van een toerist zullen luisteren,
Zullen toestaan om alles te verpesten voor onze kapeldeur te openen? Dat gebeurt tegenwoordig wel. Ik stel voor dat je vergeet dat je wat je hier gezien hebt, mijn kind. Vergeet dit hele dorp verder en geniet lekker van de rest van je reis. Ik stel voor dat je vergeet wat we hier hebben gelezen. Je hebt mijn kind. Oh, huh? Ik dacht al wat je hier hebt gelezen, wat jij hier hebt gezien. Vergeet dit hele dorp verder en geniet lekker van de reis. Oké. Okay. Niet echt heel nice. Kijk eens hoe massief die deur is. Dit is geen kapel, dit is een gevangenis. En hoewel de priester impliceerde dat het een eeuwenoude ceremonie is, betwijfel ik of de Asran hier dus mee te maken hebben. Het gaat nu niet om de Asran, professor. We moeten die arme bruid denken. Als we geen manier vinden om de kapel te openen, gaat ze daar dood. We kunnen ons later wel druk maken om dat ei. Kom aan, Emmy. Je begrijpt hoe je je voelt. Laten we geen overhaaste beslissingen maken. Maar professor Sikka, luister allemaal, alsjeblieft. Oeps. Betekent dat? En dat is niet alles. Er huist nog een kracht in de kapel. Iets wat nog machtiger is dan de Aurosteen. Iets als Raans? Met deze kapel is zeker lang na de val van de Asran gebouwd. Hoe kan er ooit een verband bestaan tussen deze twee? Ik weet het niet. Hoe dan ook, er moet een connectie zijn, anders zou Aurora niks voelen. Maar ik vind nog steeds dat onze bruid topprioriteit is. Nu hebben we twee redenen om de kapel binnen te gaan. Misschien heb je gelijk. Laten we beginnen met rondvragen in het dorp. Hopelijk kan iemand ons een eind op weg helpen. Dat zou mooi zijn. Even kijken, ik zoek een manier om de kapel binnen te komen. Oh, we moeten wel bij de kapel blijven. Nee, oh, druk het op de verkeerde knop. Misschien dat het gewoon naar de voordeur komt. Vergeet simpelweg wat u hier gezien heeft, reizigers. Vervolg uw reis en geniet van de omgeving. Misschien kan hij ons helpen. Nu de bruiloft geweest is, kom je mijn fotografie vastnemen? Wat? Romilda wordt geofferd en jij hebt alleen maar over foto's maken. Niet te geloven. Dus je bedoelt dat er geen... Dat er geen gaat maken? Oh, dat je er geen gaat maken. Jezus, moeilijk in Nederlands. Dat is gemeen. De enige wat voor Romilda kan doen, is Romilda zelf. Ah, de enige die wat voor Romilda kan doen. En zij is nu met de stormdraak getrouwd. De stormdraak bestaat echt, hoor. Ja. Dat zeggen ze allemaal. We kunnen allemaal een voorbeeld nemen aan Romilda. Nog niet eerder was ik een bruid zo gebreid naar haar dorp te zien. Ja, het zal wel. En denkt u echt dat het dorp nu dient, meneer? Ja, natuurlijk doet ze dat. Hoe kan het opsluiten van een meisje in een kapel in vredesnaam een wind beïnvloeden? Ja, ik dacht wel dat een toerist een beetje dom was natuurlijk. Wat willen jullie van mij? Een wetenschappelijke verklaring? Maar de bruid gaat dood. Ziet u niet dat u wat verkeerd doet? Probeer je eens voor te stellen, mignon. Stel je voor dat ergens woont, maar alleen goede winden geluk brengen. En toornige winden alles zomaar kunnen vernietigen. Dit is een dorp van windmolens. Zonder wind kunnen we niet overleven. De stormdraak geeft ons de wind, dus we behagen hem. We weten hoe waardevol het leven is. Wij weten dat beter dan wie dan ook, ja? Daarom offer
offeren we een hele leven aan Stormdraak. Het is het waardevolste dat we kunnen geven. Nou, dat is op zich best lief tegenover de draak. Dat is een redenatie van niks, maar jullie zijn gewoon moordenaars. Weet u wat, juffrouw, als je het niet bevalt, dan staat het vrij om te vertrekken. Laat ons hier achter met Romilda's gezegende bries in onze longen. Daar word ik vrij gelukkig van. En mensen offeren om het beste van het dorp te verbeteren. Gaan mensen echt zo ver in hun bijgeloof? Nee. Ik weet alleen dat iemands geluk nooit ten koste moet gaan van anderen's leven. Iedereen is iets anders geloofd. Houdt zichzelf alleen maar voor het lapje. Oh, die iets anders gelooft. Nou, moeilijk hè praten. Ik wil u bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Dan zien we je graag de volgende keer weer wanneer we gaan uitzoeken wat we moeten doen hier. Adios, amigos.